Hier moeten wij toch uit kunnen komen? Als jij er redelijk op stelt. Je bedoelt als ik doe wat jij zegt? Ik weet wat het beste is voor iedereen. Ja, nou, op deze manier denk ik dat het weinig zin heeft allemaal. Je hebt gelijk. We moeten er samen uit zien te komen. Voor Vincent. Ik moet toegeven dat hij uitgegroeid is tot een bijzonder prettig mens. En ik kan me heel goed voorstellen dat Nina verliefd op hem geworden is. Als jij weet wat ik allemaal gedaan heb om die twee... Het is je gelukt om hem hier naartoe te halen. Dan kon je hem toch ook weer uit Meerdijk krijgen. Maar dat heb je niet gedaan. Omdat je jezelf veel belangrijker vond. Wat? Jij hebt liever dat hij een ongelukkig kind krijgt met zijn nicht... dan dat jij hem niet meer ziet. Dat is niet waar. Dat is wel waar. Zijn geluk... Mevrouw, alsjeblieft. Dankjewel. Hij stond op het punt te vertrekken naar Gent met Milou. Maar hij hield te veel van Nina om weg te gaan. Ik heb toen zelfs nog overwogen alles open te gooien. Ik heb het niet gedaan, ik kon het niet. Ik wilde zijn leven niet overhoop halen. En hem Nina niet ontnemen. Zoiets kan je tekenen voor het leven. Vincent is een totaal ander mens dan jij. Nee, dat is hij niet. Ik ken hem inmiddels een beetje en ik... Ik vind dat hij in veel opzichten echt op mij lijkt. Ik wil hem gelukkig zien. Met een vrouw die zijn soulmate is. En ja, inderdaad, met kinderen. En de kans op genetische afwijking is piepklein. Vincent. Hallo. Wat leuk, jullie hebben samen weer afgesproken. Ja, ik heb Paula uitgenodigd voor een kopje thee. En wij zijn er inmiddels achter dat we iets belangrijks delen. Namelijk de liefde voor jullie. Ik wilde jou trouwens net bellen. Ja? Want jouw vader komt terug uit Nieuw-Zeeland. Echt? Nu al? Ja, ik weet niet precies wanneer. Maar ik wil er zijn als hij thuis komt. Dus over een paar dagen vlieg ik naar Genève. En ik had gedacht, misschien vind je het wel gezellig om met me mee te gaan. Mee? Ja. Je vader zegt dat hij terugkomt omdat hij het niet zo naar zijn zin heeft in Nieuw-Zeeland. Maar ik denk dat hij heimwee heeft. En misschien heb ik ook wel gelijk. Want hij belt bijna elke dag en hij vraagt voortdurend naar jou. Het zou toch een heerlijke verrassing zijn als we allebei thuis waren. Nou, waarom ook eigenlijk niet? Nee. En als jij nou meegaat, dan kun je mijn vader ontmoeten. Ja. Wat geweldig. Natuurlijk is ze welkom. Jullie kunnen blijven zolang als je wilt. Ja, ik kan Nola niet zo lang missen. Oh, maar Nola is ook welkom. Wij hebben op zolder nog een heleboel spulletjes van Vincent toen hij klein was. En ja. Kan je dat combineren met die beurs waar je naartoe moet? Oh, nee, ja, ik moet naar Milaan. Hier, nu haat ik Lorena nog meer. Anders had ik haar kunnen sturen. En waarom kom jij dan niet een paar dagen alleen? Hè, als zij toch in Milaan zit. Ja? Wat? Ja, ik kom er meteen aan. Het Lucas ligt in het ziekenhuis. Hij is weer in elkaar geslagen. Ga jij met ons mee? Ja, ik vraag even de rekening en dan bel ik een taxi. Mag ik even de rekening voor jou? Ja, zeker. Ik begrijp precies waar jij mee bezig bent, hoor. Jij hoopt Vincent te bewerken als hij bij jou in Zwitserland is. Joost is wel zijn vader. Hij mist Vincent. Het gaat je niet lukken, Paula. Jij krijgt Vincent niet weg bij Nina. Hij gaat heel gelukkig met haar worden. Hier in Meerdijk. Bij mij. Ik ben zo blij dat jij er bent voor Nina. Oh, nou, dat spreekt toch voor zich. Maar ik voel me af. Kan jij misschien niet een andere keer naar Zwitserland? Nina zal onder deze omstandigheden niet naar Milaan gaan. En ook niet naar Zwitserland willen, denk ik. Nou, ik blijf zolang ze mij nodig heeft.